Hij hangt inmiddels op een mooie plek in zijn galerie. Bram Reinders staat op de cover van De Nieuwe Frits. Te gek. Ja, gaaf om te zien. Ik heb gelijk Dr. Hook tevoorschijn gehaald. On the cover of the Rolling Stone. I'm gonna buy 5 copies for my mother. Dat ga je ook doen. Ja, ja, zeker. Sta je erop zoals je bent? Ik denk dat ik vele kanten heb en dit is er één van. Vrij zelfbewust dit keer, ja, vond ik. 20 jaar geleden begon ik met schilderen in de jungle van Brazilië. Vervolgens besloot ik eerst een galerie te beginnen om de business te leren kennen. En nu, 5 jaar geleden, heb ik me fulltime toegelegd op het kunstenaarschap. Dat is inmiddels op 6 continenten ben ik actief daarmee. En zo komt Bram Reinders uit het relatief kleine Venray ineens op het grote wereldtoneel terecht. Ja, maar dat heeft niks met het ander te maken. Ik heb altijd grote dromen gehad. Ik ben iemand die graag droomt en zijn dromen verwezenlijkt. Ik denk dat ik vrij creatief ben, maar zeker ook ondernemend. En ik vind de combinatie van creativiteit en ondernemerschap, of creativiteit en daarmee dingen verwezenlijken, manifesteren, dat is denk ik wel wie ik grotendeels ben.